Hoi, ik ben Emily Jane en ik probeer te leven zonder afval. Hartstikke leuk om te doen, goedkoper ook. Doe je mee? Hoi, leuk dat je weer komt kijken. Vandaag wil ik je laten zien mijn ervaringen met wasnoten. Hoe je daarmee je vieze was weer schoon krijgt. Wasnoten die komen uit India of Nepal. En het zijn echt schillen die aan de bomen hangen. Na droging kunnen ze gebruikt worden voor het wassen. En ik zal je laten zien hoe het een beetje werkt. Als ze namelijk in contact komen in het water, dan geven ze een eigen natuurlijke vorm van zeep af. Hiermee kan je het een beetje zien in de pot. Als je dan gaat schudden, dan zie je het al gelijk gebeuren. De zeep komt eruit en dat is dan zeg maar je wasmiddel. Het is 100% natuurlijk en zeer geschikt voor mensen met allergieën of huidproblemen, jonge kinderen, baby's. Ik vind het zelf echt super werken. Ik gebruik het nu denk ik na een half jaar. En ik zou zeggen van probeer het thuis een keertje uit. Het is echt een moeite waard. Het is geschikt voor alle soorten was. Voor witte was, bonte was, zijde, wol, alles. Het is echt heel zacht voor je kleding. Ook voor lage temperaturen kan je de wasnoten gebruiken. Je kan het op twee manieren gebruiken. Of de wasschillen die stop je zo in een katoenen tasje. En de hoeveelheid is ongeveer 4 hele of 8 van die halve stukjes schil. Die stop je erin en dan maak je hem dicht. En dan gooi je het bij de was in de wasmachine. Of in de handwas, dat maakt niet zoveel uit. Wat je ook kan doen is ongeveer 20 van die schillen in een pan doen met 1 liter water. En dan kook je het, ongeveer 15 minuten. En tussendoor nog even een paar keer flink stampen met een stampertje. Zodat alle sappen even goed eruit komen. En dan heb je vloeibaar wasmiddel gemaakt. Met dit natuurlijk wasmiddel heb je geen wasverzachter nodig. De geur is neutraal, dus je ruikt eigenlijk gewoon aan de kleren niet dat er iets van een geurtje aan vrijkomt. Het is een hele neutrale geur. Zelf vind ik dat wel erg prettig. Mocht je nou denken van ik wil toch dat mijn was ergens naar ruikt, kan je altijd nog druppeltjes olie tussen doen. Bijvoorbeeld sinaasappel of citroen of andere dennengeuren of zo. Dat is altijd wel lekker om erbij te doen. Wat ook leuk is aan deze noten is dat het daarna ook verder geen afval is. Je kan de noten gewoon in de composthoop doen. De wasnoten die verkoop ik ook in mijn webshop en je krijgt het van mij in een hergebruikte verpakking. 150 gram, dat doe ik bij elkaar en dat gaat dan in een oude krant en dan komt het op die manier komt het jouw kant op. Mijn was wordt er in ieder geval hartstikke schoon door. Zorg wel dus dat je eraan denkt om bij vieze vlekken het eventjes voor te behandelen met een beetje zeep, dus echt op vieze vlekken van de kinderen bijvoorbeeld. En wat je ook kan doen is dus de baking soda toevoegen aan de wasmachine en echt bij de witte was gewoon zuurstofbleekmiddel gewoon echt toevoegen. Op internet merk je soms dat de meningen verdeeld zijn over de werking van wasnoten. Mijn eigen mening is dat ik het gewoon verder ontzettend goed vind werken. En ik denk dan ook vaak, ja, het wordt al duizenden jaren in andere landen gebruikt. Waarom zou het dan niet werken? Anders zou ze het daar ook niet doen. Maar ik zou zeggen, test het gewoon een keertje uit en ik hoor graag jouw ervaringen. Audio.